Nog eens. De toren van God die over Jezus ging, die bracht gerechtigheid voort. Even terug naar de komst. Die ik er wel even bij hou, weet wel. Mijn geliefde broeders, dat wij langzaam moeten zijn tot toren. Want de toren brengt geen gerechtigheid voor God voort. En gaat hij verder. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid. En neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan. Daarmee wil ik eindigen. Want lieve vrienden, dat wat God in ons heeft gedaan, heeft direct met het levende woord te maken. Met Jezus. En hij wil dat wij dat voortdurend aannemen. Daaruit leven. Neem met zachtmoedigheid. Nou, spreken wat hij bedoelt. En toorn, dat staat heel ver van zachtmoedigheid. Sommige mensen zijn zachtmoedig. Dat heeft God ze gegeven. Opdat ze het een ander zouden leren. Opdat een ander zou zien zonder haar. Zulke mensen, zulke mannen, zulke vrouwen ken ik. Die zachtmoedig zijn. En dan wordt altijd mijzelf weer eventjes pas op de plaats moet ik maken. En dat is goed. Zo leren we elkaar met zachtmoedigheid het in ons geplante woord aannemen. Iets wat geplant is, moet wortels maken. Moet diep groeien in onze harten en in onze gedachten. En dan komt er echt dat verlangen. Jacobus heeft het over, wanneer het diep wortelt, dan draagt het vrucht, toch? In hoofdstuk 5 zegt Jacobus, heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heren. De landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft geduld totdat er over is gegaan de vroege en de late regen. Die Jacobus, dat is echt een hele bijzondere briefschrijver. Hij bepaalt ons aan de ene kant bij het begeren wat in het paradijs begonnen is, maar bij het herstel van God toen hij een nieuw zaad gaf waaruit uiteindelijk de Heer Jezus geboren is. En hij zegt, hou dat nou vast, want dat is de eerste regen waarop je vrucht kunt dragen, als jij maar dicht bij Jezus blijft. Want uiteindelijk krijgt alles nog de late regen, krijgen wij ook nog. Daarom wacht de landman, dat is de vader, op de vrucht van het land. Hoe bereid we die vrucht, hebben we daar invloed op? Ja, zeker. Zo ben ik vanmorgen begonnen, daarmee wil ik eindigen. Elke dag onze tred naar de Vader maken. Vader, hier ben ik. Dan zul je horen, ik had je verwacht, vriend. Want ik heb je lief. En ik heb voor vandaag heb ik een weg voor je. Open zijn woord. En leer ontdekken wat hij tot je zegt. Neem dat woord tot je. Het ingeplante woord, dat is dit. Het zit niet alleen in ons, maar heeft ook voor een boekje gezorgd. Zodat je het kunt lezen en herlezen. En uit je hoofd leren. En met Jezus wandelen. Want de verleidingen en de druk gaan echt niet weg, hoor. Die verzoekingen staan morgen weer op het eerste bordje. Je krijgt hem weer recht voor zijn raap. Maar die verzoeking mag ons tot Jezus leiden. Speciale tijden? Nee, op 24/7. 24 uur per dag is Jezus beschikbaar. Ik word verzocht. Neem daar maar tijd voor. Tijd bij hem. Dan hoef je niet te vallen. En mocht je vallen, ga staan. Ga weer staan en ga tot Jezus. We hadden vroeger, als het doper was bij ons in de gereformeerde kerk, dan was de predikant altijd een doopformulier voor. Ik heb het wel eens gezegd. Ik denk daar nog geregeld aan. En er werd tot de ouders gezegd, en als wij in de zonde vallen, zo moeten wij niet in de zonde blijven liggen. Maar weer gaan staan. Bij Jezus. En hij ontvangt altijd. Want één ding blijft. We blijven verkeren op een gebied
te midden van mensen, te midden van de wereld, waarin verzoekingen aan de orde van de dag zijn. Maar we komen er doorheen met Jezus. Aan hem alle lof en eer en dank. Amen. Amen. Amen.